Voor het eerst werd er in Den Helder een internationaal toernooi zwaardvechten georganiseerd, met deelnemers uit Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken en Roemenië. De wedstrijden hebben een opzet van een soort triathlon, zo spelen de deelnemers in 3 categorieën tegen elkaar en uiteindelijk komt er daar een winnaar uit. Ja, wat voor zwaardvechttoernooi is dit? Het is een volcontact zwaardvechttoernooi, waarbij we ervoor hebben gekozen om het triathlon categorie aan te pakken. En het houdt eigenlijk in dat we alle 3 de zwaardvechtcategorie die we normaal gesproken hebben om in te vechten, dat we die gebruiken om achter elkaar af te spelen. Zodat de bezoeker gewoon eigenlijk alles in één bezoek kan zien. Dus als je hier een uurtje bent, heb je alle 3 de categorieën gezien in plaats van dat je het over een hele dag heen moet smeren. En hoe vaak worden dit soort toernooien georganiseerd? Nou, in Nederland is het vrij weinig. Ik denk dat Nederland misschien 2 of 3 toernooien per jaar telt. Voor groepsgevechten of duels of profights. En in de rest van Europa kan je bijna ieder weekend kan je wel naar hartelust terecht. Hoe was je wedstrijd gegaan? Ja, best wel goed eigenlijk. Ja, dit was, ik mocht hem aftrappen. De wedstrijd, zeg maar. Had je hem gewonnen? Ja. En wat is zo leuk aan deze sport? Wat ik leuk vind aan deze sport is dat je eigenlijk constant aanstaat. Je hebt 1,5 minuut de tijd, afhankelijk verschillend per discipline. Waardoor je goede raak en klap op je tegenstander moet uitdelen. Maar je kan ze ook terugverwachten. Dus je moet eigenlijk altijd alert blijven. Het is de fysieke uitdaging met jezelf. Dus je bent zelf met je harnas van ongeveer 25 tot 30 kilo. Dat is de eerste strijd die je hebt. En ook bijvoorbeeld met gesloten helm heb je heel veel vaste zuurstof die er doorheen komt. Dus als vechtsporter ben je niet alleen bezig met je tegenstander, maar ook met je omstandigheden. En dat maakt het interessant. Ja, hoe zien de wedstrijden eruit? Wat moeten de deelnemers doen? De essentie is dat de deelnemers in de gezette tijd per ronde het meeste aantal punten vergaren. Dat is voor het langzwaard, een tweehandig zwaard, is dat 1,5 minuut vechten en daarbij dus de meeste punten behalen. Hierbij zijn slagen op het hoofd en op de torso, die tellen dubbel. Dus het is vooral zaak ook om het hoofd te raken en de torso in plaats van de armen en benen. Zwaard beukelaar, dat nu achter ons plaatsvindt, dat is een wedstrijd van maximaal 1 minuut per ronde, maximaal 3 rondes. En dat is de eerste die tot 5 punten is. En dan als laatste wat ze nog moeten doen, dat is het zwaard schild onderdeel. Dat is 1,5 minuut en ook tot zoveel mogelijk punten. Jij ziet nog kansen om dit te gaan winnen uiteindelijk? Ja, dat moet ik zien. Dit is voor mij de eerste toernooi, dus de vechten zelf ken ik niet. Er zijn nieuwe vechters, je weet niet hoe ze vechten. Ik ga het beleven en anders is het een heel leuke ervaring om mee te maken.